De Nachtzoen. Ze is schrijver, dichter en performer. En wint daar steeds maar prijzen mee. Aan haar kind vertelde ze vroeger dat er onafgebroken bedverhaaltjes over de wereld gaan, omdat het steeds al ergens bedtijd is. Deze Nachtzoen is van Joke van Leeuwen. Is de nacht een plek van inspiratie of vooral om te slapen? Voor mij is de nacht om te slapen. En het kan wel zo zijn als ik wakker word 's morgens, dan is dat hoofd nog leeg verder. Dat daar soms wel een idee in zit. Omdat er nog niet allerlei andere verplichtingen omheen hangen. Gebeurt gelukkig, nee, ik moet niet zeggen gelukkig, ongelukkig gebeurt het niet elke ochtend. Maar het gebeurt soms wel. Dat ik dan snel iets moet opschrijven, omdat het in mijn hoofd zit. Ja. Het blijft toch voor mij ook fascinerend. Waar komt het dan vandaan? Komt het uit jou of komt het tot je? Het is mooi gezegd. Ik denk allebei eigenlijk. Want het komt uit mij natuurlijk. Maar waarom bepaalde indrukken die ik heb, gedachten, opeens samenvallen en een verhaal worden, dat voelt meer dan eens alsof het tot me komt. Alsof ik, zoals ik dat wel eens zeg, een cadeautje in mijn hoofd krijg. Ja. Dat is mooi. Maar ik krijg het cadeautje wel doordat ik mij daarop concentreer. Doordat ik dat ook wil en daarnaar zoek. En niet in een verstrooide bui ben, maar in een geconcentreerde bui. Dat wel. Kun je zeggen waar je nu mee bezig bent? Ja, ik was dus klaar in dit jaar met een roman. Die is helemaal uit. En ik ben nu bezig met een kinderboek weer. En ik ben heel veel aan het schilderen. Want ik wil daar gekleurde beelden bij. En ik had ook heel veel zin om weer te schilderen. Omdat ik zo lang met die roman puur met tekst bezig was geweest. En daar ben ik nu mee bezig. Dat is eigenlijk een heel ontspannend soort van inspanning eigenlijk. En een kinderboek? Waarom een kinderboek? Wat, komt dat ook zo spontaan in je? Ja, ik wissel dat ook af. Ik vind het heel leuk om ook kinderboeken te schrijven. En tenminste, het soort kinderboeken dat een beetje over de leeftijden heen gaat. Waar je als volwassene en kind samen toch wel van kan genieten. Tenminste, dat blijkt na al die jaren dat het wel zo werkt. En ik werk nogal projectmatig. Dus ja, dan denk ik, ik zou dat willen. En hierna denk ik dat ik weer voor volwassenen wat wil maken. Zo werkt dat. Hoe oud is jouw zoon nu? Oh, die is al flink volwassen, 29. En weet je nog hoe je hem op bed legde? Ik herinner me vooral zo toen hij, denk tussen de 7 en de 10 was of zo, dat ik hem naar bed bracht en hem dan een voorlas op de rand van het bed. En vaak waren dat verhalen die ik heel mooi vond zelf ook, om te kunnen doorgeven. En ik herinner me dat het, de verhalen die hij het mooiste vond, waren de Anansi-verhalen. De spin. Van de spin. Hij was altijd eigenzinnig en eigenwijs en dwars. En bijna het symbool, denk ik, van de kleinere mensen die zich niet laten doen, maar die te slim genoeg zijn om overal zich uit te werken. En hoe wil je ons vanavond instoppen? Ik zou het liefst met een verhaaltje aan de bedrand zitten natuurlijk. Ja, het lijkt me ook heerlijk. Kom op mijn bedrand. Ik dacht, als kind was dat altijd heel warm. Hè? Dat is het kindbeeld, hè? De veiligheid van de moeder of andere familie of wie dan ook. Dat je ingestopt wordt, dat je rustig kan gaan slapen, want anders is het onveilig. Je moet een veilig gevoel hebben. Toen heb ik een keer bij een programma dat ik had voor kinderen en volwassenen samen, had ik het daarover. En over een verhaaltje, dat je een verhaaltje vertelt, die gaat slapen, maar dat dan meer naar het westen, dat dan daar de zon onder gaat en dat daar de kinderen dan een verhaaltje krijgen en dan nog verder. En dat zo die verhaaltjes dan de hele tijd rond de wereld gaan. En toen moest ik opeens denken aan een gezang uit mijn jeugd, waar dat ging over dat zingen, dat maar rond de wereld. En dat ik als kind dat zo mooi vond, dat beeld, dat dat dus nooit ophield. Dat als wij gingen slapen en ophielden met zingen, dat ze dan verderop wel gingen zingen en dat ze daarna nog gingen. Dat was mijn beeld dat ik had met dat gezang. Daarom heb ik dat gezang meegenomen. Is dat goed? Graag. De dag door uw gunst ontvangen is weer voorbij, de nacht genaakt.
En dankbaar klinken onze zangen tot u die licht en duister maakt.